Op 17 september 1944 hoort reserveofficier Garrit Memelink in Hoenderlo over de luchtlandingen in Renkum en Wolfheze. Garrit, lid van het verzet, probeert de geallieerden te bereiken. Daarvoor gaat hij die dag met de fiets op pad. Uiteindelijk belandt hij bij de boerderij van boer Prangsma. Die kende hij nog en het leek hem een goede plek om te overnachten. Vanaf daar ziet Garrit de volgende middag de luchtlanding op de Ginkelse Heide. Hij vertelt: uit de eindeloos veel laagvliegende Amerikaanse Dakota's sprongen tot mijn grote verrassing parachutisten. Ik kwam echt ogen en oren tekort. Zoveel mensen. Een kleurrijk schouwspel van verschillende soorten parachutes in een enorme hoeveelheid. En massa's materiaal, opvouwbare fietsen, stretchers en motorfietsen. Ze leken in de lucht zo klein als speelgoed. Garrit benadert de bevrijders en begeleidt hen richting Arnhem, wat uitloopt op een hele angstige periode midden in de vuurlinie. Toen hij de transportvliegtuigen zag komen en de parachutes met allerlei spullen naar beneden zag komen, toen had hij een euforisch gevoel. Zo van, nu komt de bevrijding. En hij is daar hollend, rennend, struikelend, huilend zelfs, naartoe gerend om de bevrijders tegemoet te komen. En hij heeft die company toen ook naar de Ginkelse Hei gebracht. En zo is hij bekend geraakt als the guy who brought die company in. Die nacht zijn ze naar Wolfheze gegaan. Daar zijn ze vanuit de lucht ook beschoten. En vervolgens zijn ze naar Oosterbeek gegaan, waar ook heftig geschoten werd. Maar al gauw bleek dat er toch veel meer weerstand was van de Duitsers. En de burger die hij was, die moest weer weg. Maar hij kwam niet ver. En hij is daar in een straat, ik meen de Nassaustraat in Oosterbeek, is hij in een kelder terechtgekomen. En daar heeft hij ongeveer een week gezeten. Tijdens die tocht, en dat beschrijft hij ook, hoe bang hij soms was. Maar ook soms euforisch, huilend, lachend huilend, hè, toen hij die bevrijders ontmoette. Dus alle emoties, de achtbaan van emoties, heeft hij daar meegemaakt. En toch heeft hij dat gedaan, ja. En daar kunnen we wel trots op zijn. Ja.